onderwatergewicht wordt altijd uitgedrukt in grammen van 5 kilogram aardappelen. In dit geval 415 gram. Als ik nu het onderwatergewicht bepaald heb, dan kan ik zo handig op een kaartje aflezen hoeveel droge stof dat erin zit. Om maar even een paar voorbeelden te noemen. Hier heb ik 3 aardappels liggen van ongeveer 100 gram, oplopend met onderwatergewicht van 305 naar 410, dat is redelijk normaal, naar 580, dat is wel extreem hoog. Als je dan de droge stof bekijkt, dan zit hier 17% droge stof in, oftewel 17 gram. Hier 22 en deze zit 30% droge stof in. Dus van deze krijg je bijna net zoveel voedingsmiddel binnen van 1 aardappel als van 2 van die. Nou zijn de meeste die zijn netjes af te lezen van het tabelletje, maar die stond niet op de tabel. Dus ik laat nog maar eens even zien hoe dat allemaal berekent. Ja, en dit noemen ze dan tegenwoordig dieetaardappelen. Ja, eigenlijk moeten we ons schamen, want het gaat tenslotte om voeding. We willen hebben dat iedereen voldoende voedsel binnenkrijgt. Dus eigenlijk zou je meer van deze moeten eten. En nu volgt er nog even een natuurkundeles. Soortelijk gewicht, onderwatergewicht, droge stofgehalte, zetmeelgehalte. Ik ga het proberen uit te leggen. Soortelijk gewicht drukken we uit in kilogrammen per kubieke decimeter. 10 bij 10 bij 10 centimeter, oftewel 1 liter. Bij water is het 1. Maar met sommige vormen is het moeilijk te meten. Met dit gewicht is het misschien nog wat te doen, maar het kan ook anders. Nu gaan we naar onderwatergewicht en gaat het om waterverplaatsing. Dit 5 kilogram gewicht verplaatst natuurlijk veel minder als 5 liter water. Maar wat is nu het soortelijk gewicht? Nu wegen we deze 5 kilogram ijzer onder water. Het weegt nu 4295 gram. Het heeft dus 5000 min 4295 is 705 kubieke centimeter water verplaatst. En nu weten we meteen de inhoud van dit gewicht. Nu hebben we de formule soortelijk gewicht is 5000 gedeeld door 5000 min het onderwatergewicht. In dit geval 5007 gedeeld door 5007 min 4295. Is het soortelijk gewicht 7,1. Nu gaan we naar de aardappel. Hier hebben we 5 kilogram aardappelen die een onderwatergewicht hebben van 455 gram.
Dan is het soortelijk gewicht 5000 gedeeld door 5000 min 455 is 1,1. De netto-inhoud van deze 5 kilo aardappelen is dus 5000 min 455 is 4545 kubieke centimeter. Droge stofgehalte is het gehalte wat er overblijft als alle vocht er onder laboratoriumomstandigheden uit verdampt is. Maar gelukkig hebben we hier ook een formule voor. Droge stof is onder watergewicht min 0,0493 plus 1,95. In ons geval 455 maal 0,0493 plus 1,95 is 24,39%. Zetmeelgehalte hebben we ook een formule voor. Onder watergewicht min 70,3 maal 0,04772. In ons voorbeeld 18,36%. Gelukkig hebben we een tabel waar alles in staat. Bedankt voor het kijken.